Dames en heren, en leuk dat jullie weer kijken naar Mr. Team Parfums. Ja, en vandaag zijn we weer in Oceanen met... Annelies. Hoeveel keer ben je hier al geweest? Ik ben hier al een paar keer geweest, maar nu is het wel lang geleden dat ik hier geweest ben. Dus ik ga zien wat er veranderd is. Dus hoog tijd voor nog een keer te komen naar hier. Ja. Oké, we gaan direct in actie schieten. We gaan de banden gelijk aan op. Let's go. Voilà. Dames en heren, zijn we hier bij de Bara Honda. Misschien lukt het nog.
Maar ik wil deze fontein hebben. Oh, de golven zijn net afgelopen. Jammer. We hebben geen geluk meer. Over en out. Hey. Oké, we doen dit gewoon op een heel speciale manier. Hoe ga je gemakkelijk uit de band? Zo, hopla. Dat is de makkelijkste manier om uit de band te gaan. En dan zit hij gewoon omgerold, omgedraaid. Nu gaan we douchen. Oh, douchen en water.
maar die gaat heel snel. Wow, hij schermt de box. Wow. En daar gaan we, lekker naar beneden. Yay! Wow! Oh my god. En we splonsen wat in. En de Barracuda. Hoe was die, Annelies? Heel snel, dat is super leuk. De emmer gaat nog vallen, hè? Oké, dan valt hij niet. Annelies is nog gezellig aan het wachten tot de emmer valt. Daar komt hij, maar weet je wel, we gaan gewoon samen wachten. Dat is het leukste. Of er komt niks meer uit. Je moet weten. Ah ja. Komt er nog iets uit nu? Blijkbaar moet de wip in actie zijn. Anders gebeurt er niks. Ja. Blijkbaar werkt het ook met gewicht. Wacht. Ah, het is allemaal uit. Dat is het probleem. De speeltijd is over. Dat is nog een kwartier of zo. Ah ja, oké. Okay. We moeten iets anders vinden om te spelen. Ik weet het, we kunnen een gewichtsspray van doen. Dit was dus het speel door Pier en Oceane. Vorige keer heb ik dat niet gedaan, maar deze keer wel. Hey. Oké, en ik kies voor de chameleon. Ik ga beginnen met rainbow. Of ik ging beginnen met rainbow. Dat is de eerste. Ja. Je moet altijd duwen en daar gaan we. Rainbow.
We gaan iets proberen vandaag. Het staat hier namelijk buiten. Jullie kunnen het al raden. We gaan naar buiten. Volgens Annelies is het de beste manier om naar buiten te gaan via dit water. Al zwemmend dus. Ja. Van binnen naar buiten. Ah ja, oké, dat is een gouden tip van Annelies. Kijk, en je moet gewoon zwemmen. Niet om zoals ik wandelen, je moet zwemmen naar buiten. Oké, je trekt hier al redelijk serieus. Wow! En wat gaan we doen? Het regent wel een beetje, dat is helemaal niet erg. Maar wij gaan de glijbaan af. Kijk eens, hij staat achter mij. Heel glijbaan. Ja. Annelies, ben je bang of niet? Het is wel koud. Het is wel koud. Oei, oei, oei. Ja. Wat moet een mens doen als het koud is? In de sauna kruipen. En dat kun je hier ook buiten in de sauna kruipen. Dat gaat namelijk zo. Hoe gaat die? Hoe gaat die? Daar heb je een sauna. Mensen van de vorige keer wisten dat al. Maar vandaag weet Annelies dat niet, dat er hier buiten ook nog eens een sauna staat. Dat wist ik niet, man. Nu weet ik dat ook. Oké, we gaan de glijbaan op. Tot zo. Eén keer in de blauwe en één keer in de rode. Ja, oké. Want het is koud. Gaat u maar. Je gaat ook mee, hè? Ik ga natuurlijk mee, maar nu nog niet. Wat? Binnen 2 seconden. Het is koud. Tuurlijk. En triegend. Lekker gezond. Oh, lalalalalala. Het is koud. Mega koud. Mega koud. We moeten het lucht zijn. We moeten de trap op. We moeten het water in. Dan is het mega warm. Maar we doen dit allemaal speciaal voor de kijkers. Hoi, volgens mij is het zelfs aan het vriezen. Het is koud. Het is koud. Ja. Oh my god. Dit is ongelooflijk. Want hier is het al warm. Annelies, je kan hier in Europa zien. Je kan daar 3 minuten naar kijken. Heerlijk. Heerlijk. Oh, we gaan samen de blauwe glijbaan af. Annelies gaat filmen, ik niet. Ja. Annelies gaat daar wel filmen. Dames en heren, kijk naar Annelies. Oh, voetjes opmaken. 3, 2. Ik kan nog groen worden. Oh. En daar gaat die mini Europa. 3, 2, 1, go. We belanden in een mega warm bad, dames en heren. Het is echt de moeite om een keer in dit mega warm bad te vallen in de regen. Yay! La 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 la. Hier gaan we, dames en heren, het warm water weer uit. Oh, het is koud. We gaan er namelijk nog een keer in. Nu doen we de rode. Daar gaan we samen op naar beneden. Mega leuk. Maar is koud. Ja, maar we moeten straks toch wel echt dus de sauna in. Om heel eventjes op te warmen. Ah, mijn voetjes zijn koud. Maar we moeten ons haasten naar boven. Want alles is zo koud. Mijn voetjes voelen als ijskegels. Als bevroren blokjes. Als bevroren cola blokjes. En limonade blokjes. En ik zou bijna durven zeggen... Oh, limonkoopblokjes! Yay! Maar het ja, het is zelfs zodanig koud dat ik niet meer uit mijn woorden ga. Maar ik kan bijna ook de trap niet meer op. Want mijn voetjes zijn ijskegeltjes. Ze zijn ijsblokjes geworden. Oh mijn god. Zoals altijd moeten wij onze voetjes opwarmen. Oké, Annelies, wij wachten op het sein, tot het groen is. Dan gaan wij samen naar beneden. Nu, 3, 2, 1. Yay! Wow! Oh, hoe was ie? Oei! Water in mijn oor. Ai, 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 ai. Water in mijn oor. Haha. Hoe vond je hem? Heel leuk. Mag het iets warmer zijn? Nee, het water is lekker warm hoor. Maar de lucht is koud.
De lucht voelt namelijk als een ijsblokje. Wij zijn nu namelijk officieel ijsberen. We zijn 2017 gestart met een Ice Bucket Challenge. Wow! We zijn er weer, Ice Bucket Challenge. We hebben het gedaan. We hebben in koud water beland. We hebben in koud water naar de glijbanen gewandeld. We hebben in koude ijsblokjes lucht naar de glijbanen gewandeld. En we hebben gewoon alles gedaan. Want het regent. Koud water, koude ijsblokjes, dat is lucht. En koud water om in te vallen. Maar nu gaan wij namelijk heerlijk naar warm water. Ja, zalig. Dat water is zo warm. Oh, lekker warm. Annelies, hoe voelt het hier in het warm water? Hier is het lekker warm. Ja. Eventjes opwarmen in het warme water. Ik vind dat we de sauna nog in moeten gaan. Dat is een goed idee. Ja. Om nog meer op te warmen. Ja, dat gaan we doen. We gaan de sauna in. De buitensauna. Let's go. Daar gaan we. Tot zo. Hier is het dan. La casa. Sauna la casa. Let's go. Oh, wauw. Ik kan mijn liedje zingen. Een sauna voor mij alleen. Een plek onder de zon. Ai. En altijd iemand in de buurt die van een sauna houdt. Dit was hem dan, de vlog. Lekker warm hier in het saunatje van Oceade. In het buitensaunatje. Lekker opwarmen. Hoe vind je Oceade? Een heel leuk zwembad met super leuke glijbanen. En een lekker warm bubbelbad en een super warme sauna. Oké, perfect. Zo, dames en heren, dit was de Oceade-vlog met Annelies van 2017. Bekijk ook eens de vorige Oceade-vlog van 2016. En ik wil jullie graag bedanken om te kijken. En vergeet jullie zeker niet te volgen op de social media. Dag! Dag!